synode. Tot nu toe is het werven van theologen altijd ingezet op de studie en niet op het ambt van predikant. Het initiatief lag altijd bij de universiteiten. De kerk en de Protestantse Theologische Universiteit hebben nu gezamenlijk een werkgroep ingesteld die moet werven met het oog op het predikantschap. Dat is nieuw. Het heeft zijn achtergrond onder meer in het feit dat de band tussen theologiestudie en predikantsambt vroeger heel hecht en direct was, terwijl die band tegenwoordig veel losser is. Wie vroeger theologie ging studeren, kon de kerk wel ontwijken, maar deed dat uiteindelijk zelden. Wie nu theologie gaat studeren, kan voortdurend nog alle kanten uit. Dus het predikantschap ligt veel minder direct in het verlengde van de theologiestudie. Nog afgezien van de vraag of er wel of geen gebrek aan predikanten komt, daar zijn steeds discussies over en prognoses die onderling verschillen, maar nog afgezien van die vraag, met andere woorden, dat is helemaal niet de voornaamste reden dat deze werkgroep aan het werk is gezet. Nog afgezien daarvan wil de kerk jongeren voor de vraag stellen of predikant worden niet iets voor hen is. Dus een veel principiëlere benadering, een appel waarvan je hoopt dat dat in de kerk eigenlijk voortdurend merkbaar is. De vraag, is predikant worden iets voor jou? Ik vraag dat zelf steeds vaker rechtstreeks aan een 17-jarige. En ik merk dat dat soms ook iets in beweging zet. Eerst is er een enorme afhouding en dan even later blijkt dat men denkt, nou ja, daar moet ik toch eens over denken. Het zal natuurlijk niet afhankelijk zijn van zulke confrontaties of die vraag rechtstreeks gesteld wordt. Maar die vraag kan ook te ver uit beeld raken. En ik heb het gevoel dat dat soms wel eens gebeurt. Dat die vraag of dat iets voor je is eigenlijk zo buitennissig is, dat dat niet echt vaak meer rechtstreeks gebeurt. De kerk wil stimuleren dat we er vrijmoediger werk van maken. En die werkgroep schroomt niet daarbij over roeping te spreken. Dat is een keuze. Wij denken, er moet iets van God uit zijn dat jongeren trekt naar dat werk. En we willen het ook niet simpeler of leuker voorstellen dan het is. Dat zien we als een verleiding om te zeggen, predikant worden, dat is pas leuk. Die kant gaan wij niet op. Maar we willen ook het unieke en aantrekkelijke van het ambt overbrengen. Het imago van het predikantschap heeft nogal wat te verduren gekregen de laatste decennia. Wij verbeelden ons niet dat we dat zomaar kunnen versterken. Maar we willen wel graag laten zien dat je er ook anders, positiever naar kunt kijken. Het eerste middel dat wij gaan inzetten is een website. domineeworden.nl. Dominee is op de keper beschouwd misschien een raar woord. En we zijn met z'n allen niet zonder reden over predikant gaan spreken. Maar jongeren hebben het over de dominee en niet over de predikant. En misschien bevat de dominee wel net dat vleugje geheimenis dat aangeeft dat het om een andersoortig werk gaat, waarvoor je eerder wordt vrijgesteld dan dat je er een baan aan hebt. We hebben nog een keuze gemaakt. Wij denken dat een jongere die zich afvraagt of hij of zij dominee zal worden, zich natuurlijk allerlei vragen stelt, maar zeker ook altijd deze, zie ik mezelf een preek houden. Daar zetten wij bij in. We hebben het afgelopen jaar geëxperimenteerd met preekworkshops, waarbij een groepje jongeren in een paar uur tijd de weg aflegt van bijbeltekst naar preekstoel. Op de homepage komt daar een filmpje van te staan. En wij willen graag dominees en leraren stimuleren ook zo'n preekworkshop zelf te houden of ons ervoor uit te nodigen. Wij gaan op dit moment online. domineeworden.nl.
onder domineeworden.nl komen als geroepen. En dat is wat wij willen uitstralen. Door de wereld gaat een woord. Het roept mensen tot geloof, maar ook tot dienst aan dat woord. En wie daar werk van maakt, doet allerlei ervaringen op, ook pijnlijke. Maar zeker ook dat je komt als geroepen. Ik hoop dat predikanten dat beeld herkennen. Dank voor de gelegenheid om deze site, een initiatief dus van Protestantse Kerk in Nederland en de Protestantse Theologische Universiteit samen, dat mag ook benadrukt worden, om dat hier namens de werkgroep te mogen presenteren.